Goeiedag en leuk dat u kijkt naar U Online. We zetten het opvallende nieuws weer op een rijtje en kijken wat het bij u losmaakte op de sociale media. Daar weet Bart alles van. Bart, waar werd veel over gesproken deze week? Nou, natuurlijk over de relatiebreuk tussen Daphne Schippers en Nicky Romero. En het woord van het jaar 2017, dus nu al bekend, komt uit Amersfoort. Om één ding kon je niet heen deze week op de sociale media in ieder geval. Dat was de libellenvlogster Christine Winia. Ze wilde verhaal halen bij Mandenmakerskeukens in Woerden. Ze wilden namelijk haar keuken annuleren. Maar dat verrassingsbezoekje liep volledig uit de hand. Ik ben hier op het parkeerterrein van Mandenmakersgroep. En daar loopt toevallig een van de medewerkers. Die heeft mij zojuist uit de winkel gezet. Letterlijk uit de winkel. Samen met zijn collega. Ik ben het namelijk niet eens over de wijze waarop mijn keuken hier, tot de aankoop daarvan, tot stand is gebracht. Maar die mensen die geven gewoon geen gehoor. Dus op het moment dat je hier komt klagen en aangeeft dat je het gevoel hebt dat je belazerd bent, dan zeggen ze gewoon, dan moet u maar annuleren. En dan betaalt u maar 30% annuleringskosten. Ik ben toch echt wel heel erg benieuwd wat zijn collega van meneer Lorenzo daarvan vindt. Meneer, kunt u mij daarbij helpen? Als ik uw film dan, ik ben er nu aan het filmen. Oh, zo. Nou, dit is dus echt de manier waarop ze het hier doen. Ongelooflijk. Gaat u weg? Ik ben helemaal gek geworden. Bent u helemaal gek geworden? Ja, u bent echt helemaal gek. Bent u helemaal gek geworden? Nee, bent u helemaal gek Jezus. Help. Help. Help, help. Die meneer staat achter me aan. Bent u nou helemaal gestoord geworden? Gaat u zeg, man. Jezus, Mina. Ik denk dat iedereen op Facebook dit wel heeft gezien. Hè? Honderdduizenden mensen zagen dit filmpje. Ja, volgens mij meer dan 1 miljoen alleen al views op haar eigen pagina. Nou, ze deden het natuurlijk niet zomaar. De Mandenmakerskeuken zat deze week echt in de hoek waar de klappen vielen. Een dag eerder gingen een paar jongens van een YouTube-vlog die gingen al mest voor het hoofdkantoor dumpen, omdat ze het ook boos waren over die annuleringsregeling. Dat zag er zo uit. Waar gaan we? Ja, dit is dus het hoofdkantoor in Waalwijk. En ze dumpen die mest gewoon voor de deur. Nou, heel veel negatieve media-aandacht dus voor mandenmakerskeukens deze week. En het heeft uiteindelijk ook wel tot resultaat geleid. Ze zijn redelijk diep door het stof gegaan. Ook naar aanleiding van dat filmpje wat we zojuist zagen. Ja. De annuleringsregeling is aangepast. Zo blijkt uit deze tweet van het AD. En ze zaten uiteindelijk bij Jinek. Dus ook mevrouw Winia, die we net in beeld zagen, om alles uit te praten. En Robert Koppens, de directeur van Mandenmakers, heeft er uitgebreid zijn excuses aangeboden. En die zegt, wij maken fouten. Dit had niet mogen plaatsvinden. Nee, ja, je kunt ook niet veel anders als je zo'n hele vrachtwagen met de poep voor je deur uitgestrooid krijgt. Nee. Hoe is het afgelopen met die libellenvlogster dan? Ja, nou, ze maakte dus dat filmpje voor de libellenvlog die ze bijhoudt op YouTube. Maar op Facebook Live heeft ze daarna ook kort na het incident nog even reactie gezet. Laten we daarvan gaan kijken. Ja. Mijn keuken die is ook nog niet geannuleerd, maar ik mag er niet meer naar binnen. Dus ik sta op de zwarte lijst bij Mandenmakers in Woerden. Ik zei, nou, mag ik dan niet meer met mijn camera naar binnen? Nee, je mag er gewoon helemaal niet meer naar binnen. Nou, dat heb ik dan toch maar gepresteerd. Hè? Op mijn 44ste gewoon niet meer gewoon een verbod om bij Mandenmakers naar binnen te gaan. Nou, bijna trots dat ze er niet meer naar binnen mag. Ja, nou ja, volgende week gaan ze praten en dan hoop ik het conflict uit de wereld. Kijk, we houden het in de gaten. Je mag er 100 km/u, maar als je er met een slakkengang overheen rijdt, dan is het levensgevaarlijk. Een automobilist reed deze week niet harder dan 20 km/u over de A2 bij Vianen. En dat liep niet goed af. Zo, de collega's, twee motorrijders, die draaien nou bij Nieuwegein, draaien dus de snelweg op. Dus niet Nieuwegein-Zuid, maar nog een afrit ervoor. Dus ze zijn onderweg, ze moeten nog even een eindje tussen. Zo, bam, ongeluk. 73.1. Auto's vol op elkaar. Hij is er steeg opgereden. Ja, een andere auto is er vol achterop geklapt. Flinke klapper maakte die auto, Bart. Ja, nou wonderwel is er niemand gewond geraakt, dat is het goede nieuws. Wel veel blikschade. Die persoon heeft een boete gekregen die zo langzaam reed. Waarom die dat deed, geen idee. Maar dit filmpje dat met die dashcam is gemaakt, dat is echt ook weer 1 miljoen keer bekeken, zelfs in Amerika. En die maker daarvan, die kwam uit Breukelen, die was daar wel behoorlijk door verrast. Ja, dat kan ik me voorstellen. De politie van Amersfoort die zoekt een vieze man. De man ging eind december in de bus zitten naast een vrouw en begon te masturberen. De politie dreigt nu met het tonen van camerabeelden als hij zich niet meldt. En die vrouw die moet enorm geschrokken zijn, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, in ons opsporingsprogramma heeft de politie een oproep gedaan, inderdaad, zoals je al zei. Nou, wij maken daar een nieuwsberichtje van.
Dat zie je hier. Ja. Ja, en het verhaal leidde toch al tot heel veel hilariteit. Vooral die term, hè, busrukker dus. Ja. Je moet er maar opkomen. Veel mensen die reageerden daarop. WNL bijvoorbeeld, omroep, die zegt na de rennende rukker. Die was in Noord-Holland, geloof ik. Ja, volgens mij ook, ja. Is er nu in Amersfoort dus de busrukker. Ondanks dat het dus een beetje wel een sneu onderwerp is voor de slachtoffers, is het natuurlijk ook gewoon wel een grappige term. Mm-hmm. Chris Hessen die zegt 1 februari 2017, het woord van het jaar is nu al bekend. Stop dus maar met verzinnen verder, dat heeft geen zin meer. Het is busrukker. Het is busrukker geworden. Dat is het woord van het jaar. Hij is geboren in 2006, maar nu al een topsporter. Hugo uit Montfort. Het is pas 10 jaar en hij gaat nu al naar het EK snoeker. Dat is dus een groot talent uit onze regio. Ja, dat kun je wel zeggen. Zo jong en dan die sport al zo goed kunnen. Denk je, hoe goed kan hij het dan? Nou, daar kom je achter als je op YouTube gaat kijken. Daar vind je dit filmpje namelijk. Dit is hem. Volgens mij is hij hier zelfs nog jonger dan dat hij nu al is. Ja, Volgende. Nog eentje. Volgens mij is hij dus best wel knap. Ik kan dit niet. Ik ook niet, nee. Gemiddeld avondje in het café leidt niet tot dit bij mij. Nee. Nou, dit kind uit Montfort kan het dus al op zijn 10e. Hij zit overigens in Vleuten op de biljartvereniging. Dus mensen die daar wonen kunnen hem ook kennen. Kijk, die laatste gaat er ook gewoon vlekkeloos in. Nou, mooi toch. En dan nu naar het EK. Elke zichzelf respecterende voetbalclub die heeft er tegenwoordig eentje. Een FIFA-speler. De kampioenen van het voetbalspel worden 1-1 gecontracteerd door eredivisieclubs. En de beste die komt uit Amersfoort. Dat klopt. Dat is Dani Hagebeuk. Die heeft ooit het NK FIFA-spelen gewonnen. Is dus, komt uit onze provincie. Maar wat denk je? Hij gaat naar Ajax. Ajax heeft hem gecontracteerd. Hmm. Hier, dat zie je in deze foto. Deze week was het zover. Hij tekent echt een officieel contract. Kijk. Links die meneer, dat is Edwin van der Sar. Die herken je misschien wel. Ja, zeker. Ja. Ondanks dat je niks van voetbal weet. Die herken je wel. En ze pakken het echt heel serieus aan bij Ajax. Dat blijkt wel ook uit dit promofilmpje dat ze hebben gemaakt. Kijk, dat ziet er natuurlijk mega stoer uit. Kijk, maar je zou denken, professioneel FIFA-speler, dat is een beetje luchtig of grappig. Maar ze nemen het echt bloedserieus. In het buitenland is dat echt al een miljoenenbusiness. Ook FC Utrecht gaat erin mee. Ja. Kijk maar, dit is Lode de Bo. Die heeft bij FC Utrecht getekend. Daar gaan we binnenkort ook veel meer van horen. En die jongens zitten dan de hele dag met de FIFA aan? Ja, ze gaan uiteindelijk een competitie tegen elkaar spelen, is geloof ik het idee. Dus ze krijgen straks Ajax FC Utrecht. Ja. Maar dan dus deze jongen tegen die Ajax-iets die we net in beeld zagen. Ja. Nou, alle Eredivisieclubs nemen er één, zoals ik al zei. Maar het grappigste verhaal, vind ik, komt uit Den Haag. ADO Den Haag heeft daar ook iemand aangesteld. En die is al na een paar dagen weer ontslagen. Dat omdat was hij bleek... niet helemaal de goeie. Nee, hij bleek voor Ajax te zijn. Nou ja, verrassend. Zo kan het dus ook. Hopelijk is die van FC Utrecht wel gewoon voor FC Utrecht. Ja, laten we dat hopen. Het duurt nog zeker 2 jaar voor het nieuwe zandpad in Utrecht opengaat. De stad heeft al jaren geen plek meer voor prostitutie. Maar het is wel eens anders geweest. In de jaren 60 beleefde het zandpad gouden tijden. Ja, die boten staan er nu wel anders bij. Ja, natuurlijk wel op Facebook gezet. En heel veel mensen hadden nostalgische gevoelens van dat het toen al zo mooi was. En die zeggen ook van, waarom kan het nu niet meer? Wel in de jaren 60. Ja, duurt nog eventjes. En dan het meest schokkende nieuws van deze week, kunnen we wel zeggen. Het is in de categorie shownieuws. Wat is er gebeurd, Bart? Ja, het was echt hartbrekend nieuws. Daphne Schippers, de Utrechtse atlete, en Nicky Romero, de Veenendaalse plaatjesdraaier. Mm-hmm. Hun relatie is voorbij. En wie had dat nou kunnen denken? Want dit is 5 weken geleden. Twee tortelduifjes op de rode loper bij het sportgala in Amsterdam. Hier nog een andere foto, hier zitten ze in het publiek. Je zou hier toch niet denken dat ze 5 weken later uit elkaar zijn. Ze zien er super gelukkig uit, maar dus niet, blijkbaar. Nee, dus niet. 5 weken later hebben ze officieel persbericht. Hun management heeft een officieel persbericht naar buiten gebracht. De relatie is voorbij. Tot verdriet van velen. Bijvoorbeeld deze meneer, die liet een reactie achter bij ons op Facebook. Dit is echt zo'n nieuwsbericht waarvan je over een paar jaar nog precies weet waar je was toen je het hoorde. Nou, heel lang was het ook een soort van gerucht. Maar uiteindelijk kwam Daphne Schippers ook echt met de bevestiging. Middels deze tweet. En ze schrijft hier... fijne tijd gehad. Twee hectische leventjes. Dat gaat niet samen. En hashtag keep supporting each other. Dat blijven ze dus wel doen. Dat is wel verfijnd. Dat blijven ze wel. Ze blijven vrienden. Maar dus geen echte liefde meer. Nee, maar Daphne Schippers is dus weer vrij. Die is weer vrij. Dus als je Tinder installeert, dan kom je er misschien zomaar tegen. Misschien gaan we wel even kijken of dat we er tegen komen. Ik zal het proberen. Tot zover U Online voor deze week.
Als u nog leuke filmpjes of foto's heeft, mail ze of stuur ons een berichtje op Facebook. Ja, wie weet ziet u ze dan volgende week wel hier terug in uw online. Een fijn weekend nog. Dag. Tot ziens.